Ja, vrienden, ik heb al jullie reacties gelezen. Ja, op mijn verhaaltje van de gekte voorbij. Weet je wel, de protest van, tegen de komst van de Afghanen en al die ontkenners van het virus. Dat die zich misdragen in het ziekenhuis. En jullie hebben daar allerlei verhalen over geschreven. Maar ja, daar wil ik wel even op reageren. Gewoon op wat jullie me allemaal geschreven hebben. Want jullie zeggen dan bijvoorbeeld, ja, maar jij hebt makkelijk praten vanuit je villa in Spanje. Ja, dat moeten jullie niet schrijven. Hoezo nou makkelijk praten? Dat is nou makkelijk praten om dat soort dingen tegen mij te zeggen. Dat wil dan zeggen dat ik dus nooit meer iets kan vinden of een mening kan hebben omdat ik toevallig in Spanje woon. Hey. Dus die leg ik eventjes naast meneer en laat ik eventjes teeval van me afglijden. Ja, maar nog even iets anders is dat jullie dan zeggen van, ja, maar wij willen gewoon niet al die asielzoekers en al die mensen en al die buitenlanders maar in Nederland, want het is vol. En daar hebben jullie eigenlijk wel een beetje een punt. Dat is ook zo. Nederland is ook een beetje vol. En het moet ook niet zo zijn dat bij de grens, kom maar binnen met je knecht, waar je ook vandaan komt en je kan meedoen en bij het loket je geld halen. Dat snap ik allemaal wel. Daar ben ik ook niet voor. Nee. Want anders denken jullie aan de hand van mijn verhaaltje van, ja, die vindt het ook allemaal goed dat iedereen maar binnenkomt in Nederland. Nee. Daar vind ik ook niet. Daar ben ik het ook helemaal niet mee eens. Maar goed, en ik begrijp ook wel dat mensen die wachten op een woning in Nederland en die zien dan dat buitenlanders zomaar een huis kunnen huren of zomaar een huis krijgen, terwijl zij heel lang op een wachtlijst staan. Ik snap dat wel, dat je dan woedend wordt en dat je daar dan geen zin in hebt en dat je je daartegen verzet. Dat begrijp ik, natuurlijk snap ik dat. En ik ben daar ook tegen. En dat moet de politiek ook voorkomen, dat soort misstanden er zijn. Dus jongens, wat dat betreft denken we allemaal hetzelfde. Maar in het geval van de Afghanen, daar gaat het om medemenselijkheid. Daar gaat het om gevoel. Daar gaat het om empathie. Dat je jezelf kan inleven dat jij in zo'n situatie zou zitten. Dat je in zo'n klote land daar, in dat Afghanistan. En dat je dan dolgelukkig bent dat je dan even ergens in een hokje, want die zit er echt niet zo geweldig bij, even opgevangen wordt in Nederland. Dat gevoel. En ik denk dat wij dat samen wel hebben. En al die andere dingen die jullie schrijven, dat begrijp ik. En dat hebben jullie ook geschreven over de corona-ontkenners. Dus jullie zeggen, ja, maar jij denkt dat iedereen die niet gevaccineerd is, dat een corona-ontkenner is. Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Er zijn natuurlijk ook mensen die gewoon om wat voor reden dan ook niet gevaccineerd kunnen of willen worden. Dat snap ik ook wel. Maar het gaat mij om die ontkenners. Vrienden, daar gaat het om. Dat die willens en wetens gewoon niet gevaccineerd willen worden en dan in zo'n ziekenhuis terechtkomen en daar dan de hele boel op stel te zetten. En zelfs al gaan ze bijna dood, dat ze nog steeds roepen, het virus bestaat niet. Dat is de gekte voorbij. En dat wilde ik alleen maar zeggen. En tegen jullie wil ik zeggen, dankjewel voor alle reacties. En ik denk dat wij hetzelfde denken.